Welkomstcomité staat al klaar, zoals je kan zien. Ik ben in de Brabantse Biesbos. Ik ben net overgevaren. En het plan is om een roofluit te gaan vangen. En dan stroomt het niet super snel op het moment, wat wel altijd fijn is. Maar goed, aan de achterkant, aan het oostelijke deel van de Biesbos, er zijn een aantal delen waar de rivier, waar heel veel rivierwater door hele nauwe gaatjes gedouwd wordt. En dan vindt de roofblij vindt lekker. Onderweg zeg maar naar het oostelijke deel van die Biesbos toe, rij je over deze brug heen. En hier ligt wel zo onmogelijk veel roofblij. Ik weet niet of je nu al ziet jagen hoor. Maar ik heb hier keren gehad, kon je ogen niet geloven. Echt overal vis en groot. Het lijkt wel op zijn laagst een beetje te zijn. Super laag. We moeten echt wachten dat de stroming erin komt. Zo, ik ben aan het water. Mooi water. Erg laag water ook, zoals je kan zien. Het idee is om daar naartoe te varen. Kom ik om oud krekenstelsel uit. Dit is allemaal nieuwe Biesbos. Hier zie je de bruggetjes. Die bruggetjes zijn gemaakt voor recreanten. Maar daar is echt oude wilde Biesbos, zeg maar. Dus ja, wat neem ik mee? Ik neem mijn bootje mee. Super duurzaam Gumatex. Inflatable bootje, voor iedereen aan te raden. Tonnetje met daarin sleutels. Portemonnee. Allemaal shit waarvan je niet wil dat het in het water valt, doe het daarin. Overhemd, handig. Het is erg benauwd nu. Waterflesje, wat eten. Statief voor de camera. Eigenlijk heb ik alleen een tas bij, met daarin wat visdoosjes en wat aasjes, wat vliegen, wat kunstaars, that's it. Dus ik vis met een vliegengel vandaag, zoals je kan zien. Echt een super mooi setje. Perfect voor hier. Ik ben inmiddels opgetuigd. Tuurlijk. Troep in mijn lijn. Ik heb een Afma 6 hengeltje. Een heel chill lijntje van Cortland. Dat zou een lijn moeten zijn die de lijn imiteert die destijds in de tijd van de splitcane hengels gebruikt werd. Hij is wat stijver dan een normale vlieghengel. Hij imiteert een zijdelijn. Maar goed, zo vist hij ook. Het is duur, maar het vist echt onwijs lekker. Daaronder hangt een metertje of 2,5 liter. Aan het einde vis ik heel eenvoudig met een goudkopnimfje. Ja, dit is wel een heel schraal vliegendoosje. Ik heb er meer bij, maar dit is wat ik veel gebruik. Dit zijn nimfjes, deze goudkopnimfjes. Die werken altijd wel, dus ze vallen heel erg op.
gaan er eens eentje aanzetten. Hij is ook een klein beetje verzwaard, wat lekker kan zijn. Ja. Super benauwd is het. Het begint te regenen. Ik denk dat ik even terugvaar. Dan ga ik schuilen onder die brug. Even kijken hoe erg het wordt. En op basis daarvan kijk ik of ik wel wat door kan zetten. Ja, ik zie tot twee keer toe vis klappen voor die brug. Ik denk dat ik even een poppetje probeer. Kijk of het lukt. Zou wel gek zijn als het lukt. Dit aasje is een Yuzuri bananaboot. En hij werpt echt een kogel, schiet hij weg. Dat is echt super. Terwijl hij niet heel zwaar is. Maar hoofd blij, klap maar boven op mijn aasje. Zo! Shit, zorg je dat? Dat was een rake klap. Holy fuck, zeg. Dat het landschap in één keer helemaal verandert. Van een soort platte landschap kom je in het bos terecht. Ik zie ook wat meer activiteit van vis. Onder water hebben ze soms heel scherpe uitstekende takken. Waar je echt voor op moet passen met die bomen. Zo klein, maar zo sterk. Of tenminste, zo klein. Hij deed voor zijn formaat is hij zo sterk. Ah, topvisje weer. Mooi. Nou, ze gaan er echt hard op. Die gele shit. Worpen die kant op waar. Oeh, dat voelt wel. Nee, het is geen baas dit. Het is
echt met zijn kop stoten. Hij komt nou op me afzwemmen. Maar hij is snoekbaars wat meer kop stoten gegeven. Dit is een goede snoek, denk ik. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Snoekbaars. Goeie op. Ja, in het netje. Leuk, leuk, leuk. Dat is weer leuk, leuk. Een keer vis. Maar eindeloos rondbollen hier. Ik ga niet eens meer wisselen. Ik hou het bij die gele shed. Dan eerst wel even zien. Zo'n varken zo. Nou ja, machtig. Miserable snoekbaars. Gewoon vis, hè. Daar doe je het voor. Doei. Dat hing niet. Nou, lekker. Die is binnen. Ze worden groter. Ja. Weer een baars. Kijk nou, joh. Ik kan niet bouwen. Gewoon kleine baarsjes uit. Dit eet hij dus, op dit moment. Kleine baarsjes. Zijn eigen kinderen. Ik kan niet bouwen. Weer een leuk visje. Nou nog 30 centimeter erbij. En zijn we allemaal blij. Oh! God, dit was een goede vis. Dit was echt een hele goede vis. Die vis ga je nooit meer vangen, denk ik. Heel, heel stom zijn als die weer zou bijten. Maar verderop bij die brug, misschien nog een goede plek. En verder is het vooral kijken. Hebt u meer dan een goede ogen dan een diepte meter. Als je goed, goed weet wat je ziet, zeg maar, dan kan je echt vis vangen. Als je aasvis ziet, dan weet je dat er een roofvis omheen moet liggen vaak. Maar ja, als je dat in dit geval weer ziet, dan klopt dat weer. Nou, ziet er ook wel weer hoopvol uit. Tijdens het slepen. Eerste seconde. Ja, weer een mooie baars. Zo, ik had weer een vis. Voedseling. Even de accu vervangen. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb geen idee wat het is. Het is wel een... leuk visje volgens mij. Onder de boot door, hoor. Ik weet echt niet hoe. Baars? Nee, dat meen ik. Nee, snoek. Jezus. Thank you. Zo, dit is een boze snoek is dit.
enig van haar uithoudingsvermogen heeft voor het beest. Normaal. Kom, 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 kom. Chill out, man. Chill out, zwaar. Dat is toch een leuk snoekie, hè? Prachtig mooie vis is het, hè? Maar, we gaan weer lekker terug. We hebben nu snoek gevangen, baars, snoekbaars. Goede roof blij gemest. Zou leuk zijn als we die nog vangen. En dan hebben we de meeste roofvissen wel gehad, te meer van me. Tussen die baarzen liggen er mooie snoeken, snoekbaarzen, zoals we net zagen. De kunst om een beetje snel te vissen, zodat je over die plant heen gaat, want heel diep is het ook niet. Je ziet er ook max 1,5 meter is daar. Ja, oh! Het loopt hier echt in één keer doef zo naar beneden. En hier heb je een soort plateautje waar die aasvis op aan het aasen is. Die roofvissen ligt hier zo te wachten. Doordat die stroming een van die visjes meepakt. En dan worden ze gegrepen. Mijne. Het is allemaal dezelfde maat. Maar ja, vis is vis. Dat is mooi. Toch weer een mooi baasje. Toch? Nou, het is inmiddels avond. En dat is hier wel het mooiste moment van de dag. Nou, ik heb hier nog dorpjes gemaakt, hè? Het is niet heel wild. Dus wat ik ga doen, ik ga terug naar waar ik begonnen ben. En daar er zijn een paar bruggen. En dat zijn hele nauwe doorgangen waar al dit water doorheen moet. Als het stevig stroomt, kan er wel eens goed vis liggen. Mijn doel is eigenlijk om nog een roofblij te vangen. Dat zou ik echt vet vinden. Dan hebben we bijna alle roofvissen in één dag gevangen. Hoor je dat? Het zijn een paar duizend spreeuwen die in een boom zitten daar, denk ik. Nou mensen, ik ben weer aan de kant. Het was toch een beetje te ver varen nog naar die plek waar ik het net over had. Dus het wordt echt donker. Ik denk dat over een kwartiertje, half uurtje dat het goed donker is. Nee, je kan zien hoe laag het is. Daar ben ik erin gegaan net, toen ik door het ondiepe water moest ploegen. Maar het staat nu helemaal droog. Kijk hoe mooi het bootje erbij ligt. Wat een top ding is dat, zeg. Super blij mee. In ieder geval heb ik een hoop mooie vogels gezien. Best nog wel goed vis gevangen. Al was het niet groot. Nee, het was een leuke dag, zeg. Bedankt voor het kijken en tot een volgende vlog. Arrivederci. Mazzel.